Yo, what up? Welkom bij de livestream Punch-Out Battles live Q&A. Naast mij, zoals je kan zien, zit Nick Veen. Sir, first things first, hoe gaat het? Ja, lekker man. Beetje moe, weinig geslapen, maar voor de rest alles lekker. Okay. Komt dat omdat je keihard aan het voorbereiden bent? Ja, ik was zo zenuwachtig voor dit vandaag, ik kon echt niet slapen. Oké, duidelijk. Nou, het is dus zo, we gaan de live Q&A doen met Nick Veen. Dat betekent dat jij al je vragen die je hebt mag stellen hier beneden in de comments. Ik zorg dat ze weer bij Nick Veen terechtkomen. Zijn er nog dingen waar je het vooral niet over wil hebben? Nee joh, kom maar op. Ja, we mogen gewoon alles vragen. Ja, tuurlijk. Nou, mijn eerste vraag. Wat denk je van de aankomende halve finale battle? Jij tegen James? Ja, wat leuk. Eindelijk na 5 jaar battelen. Een tegenstander van formaat. Ik heb altijd mensen die net niet waren een tweede, derde battle of zo gebatteld. En nou, eindelijk een veteraan. Dus dat vind ik een leuke uitdaging, ja. Wordt het dan een stuk moeilijker voor jou dan? Of, Nee, echt totaal niet juist. Juist makkelijker, omdat tegen nieuweling is het moeilijk. Mensen kennen die niet, dus je kan bijvoorbeeld geen bars van hun vorige battles flippen of bekende dingen aanhalen. En James heeft 500 battles of zo, dus daar is echt genoeg inspiratie uit te halen. Oké, dus ik kan heel veel personal shit kan ik gaan verwachten. Ja, nou, niet echt personal, maar wel echt specifiek over James op de man gericht, van zijn battles en zo. Oké, okay, jij zit eigenlijk nu in de ring of in de running om eigenlijk de winnaar van dit seizoen te worden. Ja. Wat denk je dat je nodig hebt nu om dat te kunnen waarmaken? Behalve winnen van Jesus. Ja, oké. Okay. Dat gaat wel gebeuren. Ja, vooral denk het enige wat nog aan mist is een beetje gunfactorachtig. Ik weet sowieso dat Jesus dat op dit moment meer heeft. En mensen als Mitch en Giant hebben dat sowieso. Dus ja, zodra dat een beetje goed komt, denk ik dat ik sowieso qua bar voor bar met de laatste drie sowieso mee kan. Oké. Okay. Nou, is eigenlijk een discussie die jou eigenlijk sinds het begin van jouw intree bij Punch-Out heel veel heeft gevolgd. En dat is de discussie over je verstaanbaarheid. Altijd, dat is, ja. Dat is echt sinds Battle 1 en tot ja. Nu hoor je mensen. Is dat iets wat jou bezighoudt op het moment dat je je voorbereidt op je battles? Ja, altijd. Ik probeer juist extra dingen verstaanbaarder te maken of bepaalde woordkeuzes te maken waarvan ik weet dingen te schrappen waarvan ik weet dat ze heel erg Limburgs of plat overkomen. Dat is wel iets waar ik bewust mee bezig ben. En ja, als je mijn eerste battle kijkt en mijn laatste battles kijkt, dan zie je ook dat het qua verstaanbaarheid een stuk beter is. En dat merk je ook terug in goudrespons bijvoorbeeld. Okay. Maar zijn er dan ook dingen dat je dan denkt van, nou, ik vind deze lijn wel erg, maar ik ga het toch niet doen, want ik denk niet dat ze voelen of begrijpen? Of ja, soms slapen, wel. Het ding is waar ik wel soms rekening mee moet houden, dat ik iets schrijf en dat ik gewoon mensen uit Holland of zo moet navragen van, is dit nou Limburgs of is het echt Nederlands? En dat woord wel bestaat in Nederland. Ja, ja, precies. Ja. Ja, of andere mensen dat gaan snappen. Dus ja, dat als enige waar ik rekening mee hou, ja. Oké. Nou, de vragen komen al binnen. Jij kan ook gewoon je vraag stellen beneden in de comments. Ali Al-Karki die zegt, wat vind je van Chopper? Jullie gaven elkaar namelijk geen hand na de battle. Nou, we hebben elkaar volgens mij wel een hand gegeven, maar dat zou off-camera zijn geweest. Okay. Ik vond Chopper... Hij had een leuke prestatie neergezet. Ik vind hem een prima kerel buiten de ring om. Dus ik heb verder totaal geen problemen met hem. Oké, okay, maar er is niks aan de hand ofzo. Oh nee, totaal niet. Maar heb je het gevoel dat mensen altijd soort van dat opblazen, zodat mensen altijd ergens zoeken, ja, naar een brief tussen MC's? Altijd, maar dat is ook gewoon leuk. Als je als publiek kijkt, dan wil je dat ook gewoon zien. Je wil dat er iets van vijandigheid naar elkaar is. Dat is leuk, want je moet elkaar in de ring afmaken. Dus dat verzin je dan meestal gewoon bij. Mensen denken ook echt dat dingen in de ring echt zijn. Ja, als jij iemand disrespecteert of hem dist, dan nu moet je een kant kiezen. Ik ben voor hem, want de ander beledigt hem. En ja, zo werkt het gewoon niet. Buiten de ring is bijna iedereen gewoon op zich vrienden of in ieder geval cool met elkaar. Maar is het voor jou dan makkelijk om dat los te laten? Stel dat iemand in de ring bijvoorbeeld een stef gooit en over je moeder er kanker praten. Nee, dat interesseert mij helemaal niks. Ik ben altijd wel loslaten gewoon. Ja, ik ben altijd van de gedachte van geweest, in de ring mag je alles zeggen. Sommige mensen vinden dat er bepaalde grenzen zijn, maar dat heb ik nooit. Oké. Okay. Jorn van Essen zegt, wat vinden jullie van Rob, yeah. Jorn? Fuck dat jou, was... je bent niet door. Ga maar huilen thuis. Dat was dus Pop Jorn zelf, zeg maar. Waar ik wel nog benieuwd naar ben, de vorige battle was eigenlijk tegen Chopper dan. Mm-hmm. En er zijn heel veel mensen die dan zeggen van, ja, eigenlijk moest dat Waldo zijn ofzo. Vind je het jammer dat je niet jezelf met Waldo hebt kunnen meten? Omdat je net al zei van ja, eindelijk een battle met iemand. Ja, het was heel dubbel, want aan de ene kant, tuurlijk. Waldo heb ik veel respect voor. Hij is al jarenlang echt top tier MC. En
ja, ik vind hem zelf ook gewoon dope en ik had graag die uitdaging aangegaan. Aan de andere kant, gratis ticket naar de halve finale. Maar zag je het zo te horen van ik moet tegen Chopper, dacht je van ah. Ja, aan de ene kant wel. Want... Easy volgende ronde of zo. Ja, tuurlijk. Want aan de ene kant Waldo, toen hij net had gehoord dat hij eigenlijk door zou zijn, toen DM'de hij me van, oh je gaat het nu krijgen, ik heb iets goed te maken, dus ik ga je nu killen. Dan dacht ik, oké, okay, uitdaging, leuk. En toen even later belde Ike van die Chopper is hoor. Oké, okay, halve finale, bedankt. Toen dacht ik, oh nu ben ik ook door. Ja, dat dacht ik wel. Gewoon geen disrespect naar Chopper, maar ik ben gewoon verzekerd van wat ik kan en ik wist dat ik Chopper ging verslaan. Oké, okay, en aankomende zondag is dan je volgende battle met Chiefs. Ben je dan even zelfverzekerd als tegen Chopper? Heb je ook zoiets van? Ja, oké, okay, finale. Nou, dat niet, maar je moet natuurlijk wel in de ring stappen met het idee van ik ga winnen. Als je daar staat en je weet dat je gaat verliezen of je hebt die twijfel in je hoofd, dan ga je ook verliezen, dan hoor je daar niet thuis. Dus ik ben nu ook qua writing level up gegaan en ik heb echt mijn best gedaan. Ik onderschat hem niet. Hij is, vind ik, voor het toernooi was hij een van de meest underrated guys in de league. Dus ik ga sowieso niet slapen op hem en ik breng de beste shit die ik tot nu toe heb gebracht. Oké, okay. Je komt heel zelfverzekerd over. Ja, moet je ook zijn. Niet iedereen gelooft jou, want nee. Adam L. die zegt, Jeffrey gaat je pakken. Burn! Ja, misschien na de battle. In de ring niet. In de ring houdt hij zijn handen thuis, dus nee. Okay. Nou wil ik natuurlijk niet dat je gaat snitchen over wat je hoort, maar wat kunnen we een beetje verwachten? De 29e. Ja, hij zit daar, dus daar ga ik niks van zeggen. Dat zien jullie bij volgende week wel. Jullie kunnen in ieder geval verwachten het beste wat ik tot nu toe heb gepakt. En dat, okay, dus dat gewoon, meen ik echt serieus. Gaat wel snel hoor. Ja. En ik wil niks jinxen ofzo, maar stel dat je Chiefs verslaat. Ja. Dan ga je naar de finale. Ja. Tegen of Mitch of Challenge. Mm-hmm. Wie zou je heel graag tegen je willen hebben? Ja, misschien natuurlijk. Heel graag niet ofzo. Ja, Mitch natuurlijk. Dat lijkt me gewoon een dope battle. Hij gaat sowieso verliezen van Giant. Dus, maar nee. Geef je terug. Maar nee, ja, tuurlijk. We hebben geteamd begin dit jaar. Het was een dope battle. Het stond in main event. Hij heeft veel love gekregen. Dus het zou echt wel mooi zijn als we aan het eind van het jaar gewoon in het toernooi kunnen afsluiten tegen elkaar. Okay. Maar is dat dan niet soort van awkward? Als je dan eerst samen met iemand bent en dan nu eigenlijk... Ja, ik heb wel meer mensen moeten battelen die ik mag en waar ik goed mee ben. Dus... Ja, maar geen probleem. Nee, helemaal niet. Ik ga sowieso niet echt graven naar hele persoonlijke info en dat allemaal publiekelijk tentoonstellen. Ik ga gewoon dope finale neerzetten en dat kan tegen hem heel goed, denk ik. Oké. Okay. Maar wil je dan heel graag tegen Mitch omdat je dan denkt van, nou, die battle wordt erg? Of heb je zoiets van, net zoals je bij Chopper dacht, oh, dat heb ik makkelijker dan jij? Dus... Nee, helemaal niet. Ik onderschat hem ook totaal niet. Ik weet wat hij kan. Iedereen heeft in het toernooi gezien wat hij kan. Dus nee, ik onderschat hem niet en lijkt me gewoon puur... Ja, met het feit dat we bijvoorbeeld geteamd hebben, al een dope battle. Oké. Okay. Ali Al-Karki die vraagt, wie vind je de beste nieuwkomer tot nu toe? Wauw. Van wat? Vanaf de eerste auditie, tweede auditie, derde audities? Ja, van de nieuwkomers nu, denk ik. Laten we eerst beginnen met de vorige auditie. Dus niet de allerlaatste van pas geleden, maar die daarvoor. Dus waar bijvoorbeeld Pre-Lag en dat soort boys in Britse Popjorn, Giant zelf ook, die lichting, zeg maar. Ja, volgens mij was dat de lichting met Mitch en Fiction, als ik het goed heb. Ja, ook inderdaad. Dan denk ik dat die twee het nice vond van ze allemaal. Andere guys inderdaad die opnoemen, zoals Pre-Lag en zo, die zijn ook heel erg dope. Maar ik denk dat Fiction en Mitch daarvan de twee doopste zijn. Oké, okay. En als je dan kijkt naar het allernieuwste seizoen, naar de dingen die net zijn geweest, dus dan bijvoorbeeld een Don Tata, Chelsea Crocker, die lichting. Ik denk, dan zou ik inderdaad voor Don Tata gaan, qua combinatie van delivery en bars en de presence die hij in de ring heeft en links gewoon qua level van bars. Yes. Als hij niet choked en ook een paar battle steady komt, is hij echt een gevaar. Oké, okay. Maar zijn dat dan ook de mensen die je heel graag tegen je wil, of misschien juist niet? Nee, die zou ik inderdaad allebei graag willen battelen. Het was hetzelfde idee met Fiction. Hij kwam heel bar heavy ineens. En toen had ik een tijdje niet gebattled en toen dacht ik van oké, hem wil ik aanpakken gewoon om te laten zien dat hij heeft bars, maar mijn bars zijn net een leveltje hoger dan dat. Oké. Maar is dat ook wat je, want ik zat net met Mitch en die zei dan heel erg van nou, ik heb eigenlijk chokes veel liever dan bars. Maar ik schrijf eigenlijk zelf ook geen bars. Ben je dan iemand die ook gewoon graag tegen iemand gaat die ook gewoon met bars komt? Of zou je ook bijvoorbeeld tegen weet je, een Giant die dan bijvoorbeeld eigenlijk veel meer grappige dingen doet? Of Stef bijvoorbeeld, die eigenlijk alleen maar choqueert ofzo. Dat is lastig. Ja, nee, aan de ene kant natuurlijk, ik ga geen uitdaging uit de weg, geen enkele. Maar inderdaad, ik vind het wel leuk om iemand met bars te battelen om
gewoon alleen puur op bars iemand te outbarren. Dat is gewoon wat ik het liefste doe, maar ik ga geen enkele uitdaging uit de weg. Zoals Chiefs, die kan heel goed grappen maken, iemand clownen en dat soort dingen. Dat is een leuke uitdaging. Een verlenging van die vraag net. Ze willen ook heel graag weten wie je de wekste niet kunt zijn. Ja, dat, daar kom je niet onderuit. Ik weet niet, ik denk dat ik die mensen gewoon niet echt gecheckt heb. Dan. Je kent ze dan ook niet. Nee, precies, nee. Oké. Rich Jacobs die zegt: Nick, als Limburger stel ik je deze vraag. Ben je wel eens onzeker in een battle over je accent? En denk je dat de crowd je nog meer zou accepteren als je geen Limburg accent zou hebben? Die laatste sowieso, dat de crowd me meer zou accepteren als ik geen accent heb. Dat weet ik 100% zeker. Maar onzeker erover, nee. Ik kwam al mijn hele leven zo, dus ja, voor mij is het geen verschil. Oké, maar heb je dan wel het gevoel dat je een soort van meer je best moet doen dan de gewoon normaal Nederlands sprekende battle? Ja, sowieso. Andere mensen kunnen wegkomen met met anders praten, gewoon alles zeggen wat ze willen en op een ander niveau. Ik moet echt heel duidelijk articuleren, harder praten, harder schreeuwen. En om het over te laten komen dat mensen het verstaan, begrijpen en meteen het kortje valt. Ja. Oké, duidelijk. Michel Steny die zegt, wat vind je ervan de twee topbattelaars niet meer meedoen met het toernooi? Ja, we hebben alleen die statement gekregen natuurlijk die Punch-Out heeft uitgebracht. En op basis daarvan, ik kan het maar aan de ene kant begrijpen dat ze het niet leuk vonden. Dat, weet ik veel, dat ze onzekerheid hadden over die sessie. Maar aan de andere kant, ja, is het dan gewoon dom wat nu bij je gestopt. Dan heb je die sessie helemaal niet. Ja. Dus die kant snap ik het niet. En het is gewoon jammer voor het toernooi is het. Nou ja. Want zou je jezelf graag hebben zien meten tegen bijvoorbeeld Stef of een eerste keus? Ja, sowieso. Stef is echt sowieso een van mijn favorieten op dit moment in de league. Als die nog in de league zit of whatever. En tegen keus, ja, gezien wat allemaal is gebeurd in het toernooi, denk ik dat het een leuke grudge match was voor de finale. Dus dat is jammer. Maar het is hun keuze en ik ken hun kant van het verhaal niet, dus ik kan daar verder niet over oordelen. Oké. Maar heb je dan wel zoiets van, oké, volgend seizoen ofzo? Als zij dan nog inzitten, misschien wel. Op mijn lijstje ofzo? Misschien wel. Ik heb Stefan eens een keer eerder aangeboden gekregen aan het begin van het seizoen, maar heb ik toen nog geweigerd. Maar ik denk na dit toernooi dat dat wel een reële optie is. Oké. Ik heb een vraag van Jeffrey. Waarom je altijd een muts en korte broeken draagt? Dat is wel een soort van je vaste... Ja, dat klopt ja. Omdat als ik normaal gesproken... Jeffrey is trouwens Jeeves, hè, dat jullie... Ja, dat heeft niet helemaal door. Demo, je vergeet een stukje. Hij zegt het is zoiets als snowboots en een badpak dragen. Waag het voor de badpak. Maar... Ja, nee, korte broeken zijn chill. Ik moet voor... Maar die muts is wel echt soort van je trademark. Oh, korte broek ook, daar heb ik vanaf mijn eerste battle. Ik moet sowieso al genoeg formeel zijn voor school en voor zakelijke dingen. Dus als ik dan iets buiten school of whatever doe, dan gewoon chill, korte broek en inderdaad een muts. Normaal gesproken draag ik er ook gewoon een knot. Maar ik weet dat ik daar heel veel lines over ga krijgen, dus dan liever een muts. Oké. Duidelijk. Navin die vraagt, Nick, waarom team je eigenlijk met een Mish? Ja, dat is echt heel raar tot stand gekomen. Dat is echt een heel lang verhaal. Maar in principe, ik zag zijn battles vanaf zijn eerste battle. En ik dacht, hey, die guy is dope. Hij heeft echt gewoon, hij brengt iets nieuws. En ik dacht dat we elkaar echt heel goed konden aanvullen. Want inderdaad, ik ben dan meer op het schrijven, op de bars, op de wat diepere dingen. En hij is gewoon heel erg in your face schreeuwen. Gewoon A, B, C, weet je wel, gewoon in your face, dit is dit en zo. Ja, hij zegt waarop staat. En dat is gewoon een hele leuke combinatie. En dat, ja... Het kwam heel goed tot zijn recht in die battle, vind ik. Oké. Je hebt dan eigenlijk vaker ook 2 tegen 2's gedaan. Ook vaker 1 op 1's eigenlijk. Wat vind je het leukste of zo? Wat trekt je het meest? Het leukste vind ik natuurlijk een 2 tegen 2. Ja, dat is altijd gewoon het samen tot een ronde komen. Gewoon 2 koppen bij elkaar steken en dan gewoon kijken wat eruit komt. Weet je, wat het eindige resultaat is. Allebei zijn beste bar staan, geheel van maken. En dan samen in die ring, zoals gechoreografeerd. Het ding maken om iemand af te breken, dat is gewoon leuk. En dat is ook gewoon iets waar je echt... Iedereen heeft denk ik wel een beetje zenuwen voor een 1 tegen 1 battle. Hoe vaak je ook battelt, altijd zit er wel iets in. Maar voor een 2 tegen 2 heb ik het echt totaal niet. Want je hebt 2 mensen waar je op kan bouwen. En dat is gewoon echt leuk om te doen. We kunnen elkaar lekker versterken. Ja, precies ja. Okay. Adam L. die zegt, als je tegen Mitch moet, ga je dan afspraken maken over zaken die niet besproken mogen worden? Of krijg je een sensevo verhaal? Dat heb ik eigenlijk in deze battle al gedaan met Chiefs. We hebben een soort van afspraak, alleen ik vertrouw hem niet helemaal, dus ik weet niet hoe erg hij zich gaat houden. Mag ik vragen wat voor soort afspraak?
Ja, ja, we spreken buiten de ring ook wel eens. Dus hij weet dingen over mij, ik weet dingen over hem. En die gaan we gewoon niet gebruiken. Dat sowieso, omdat of ik nou doorga of hij doorgaat. Als hij doorgaat, kan ik hem dat hij de finale wint. Dus ik ga die tegenstander dan niet extra info geven. En extra wijzer maken dan dat hij moet zijn. En ik, ja, ik ga tegen Mitch ook niet echt heel veel persoonlijke shit gebruiken. Dan. Okay. Maar in hoeverre kan je dat inderdaad wel vertrouwen? Want je weet dat battlers veel doen voor een win. Sensei Fo geeft hij net zelf als voorbeeld. Daar waren ook afspraken gemaakt die soort van niet zijn nagekomen ofzo. Ja. Dus, ja, het ding wat veel mensen vergeten is, voordat ik begon te battelen, geschreven te battelen, heb ik heel veel gefreestyle battled. Dus mocht het eruit komen, een paar dingen die ik weet, dan kan je toch wel weer precies doen voor je. Ja, ja, daarom, daar komen ze alsnog erin. Dus okay. Ik waarschuw hem alvast. Spannend. Ja, ja, okay. Paaltje Ren Waarin. Zou je iemand willen battelen die er al uit is? Dus die al buiten punch-out. Oh ja, zoveel. In het begin van het seizoen had ik echt totaal geen inspiratie voor wie ik wilde battelen. En we hadden echt alleen maar een hele lijst van 10, 15 namen die al eruit waren. Zoals bijvoorbeeld Hightower. Nee, niet echt Hightower per se. Ik zou Remix willen battelen, Husu zou ik willen battelen, EZG, L-Deep, dat soort mensen. Visum, Hunter, dat soort mensen vind ik allemaal gruwelijk. Dus, okay. Dat zou ik allemaal nog willen battelen als die ooit besluiten terug te komen. Okay. Dus jullie hebben al een tegenstander, zeg maar. Aanvulling op mijn vraag, zegt Navin van net. Hoe communiceren jullie, want via social media is hij moeilijk te begrijpen. Wat? Dat ging over of je afspraken maakt. Ah, zo. Nee. Wacht even. Hij vroeg, waarom team je met Mitch? En toen zei hij, hoe communiceren jullie, want via social media zijn moeilijk te begrijpen. Als je vaak met hem praat, kan je op een gegeven moment wel begrijpen wat hij probeert te zeggen. Dus je weet dat het zo is. Dus en anders bellen we gewoon, dat komt ook goed. Dus, ja. Een anoniempje, ik denk anoniempje, die zegt, wat vind je van Triple? Ik vind hem een beetje de Nederlandse Arsenal, zeg maar. Hij speelt heel goed het karakter wat hij speelt. Hij heeft een hele dope delivery, maar qua inhoud zegt hij eigenlijk bijna nooit iets wat ik interessant vind. En dat is hetzelfde wat ik bijvoorbeeld met Arsenal heb. Het ziet ook een beetje hetzelfde uit, dreadlocks en zo. En dat is eigenlijk de beste vergelijking van de Nederlandse versie van Arsenal. Ja. Oké. Okay. Aho die zegt, wie denk je dat in de finale komt? Giant of Mitch? Nou, heb ik net eigenlijk al gezegd, Giant. Maar denk je dat? Want net zei je Nee. Ik denk Mitch natuurlijk, maar ik denk dat hij, als hij echt zijn best doet, en dat neem ik aan, hij is volgens mij heel erg gegeven, dan zou die Giant gewoon aan moeten kunnen. Maar Giant is ook heel erg dood, dus het gaat hem spannen. Okay, dus je denkt Mitch, maar je houdt nog alle opties open. Maar heb je dan ook zoiets van, dat je nu alvast, want je kan al een beetje zien van, oké, als die wint ga ik tegen die, als die wint ga ik tegen die. Doe je dat dan ook in zo'n toernooi, dat je alvast een beetje loopt? Voor te lezen op je mogelijke volgende tegenstander? Ja, zoals ik in mijn chopper battle eigenlijk al zei. Van, ik hoorde dat ik chopper kreeg en ik ben van Chiefs gaan schrijven. En dat is ook letterlijk wat ik gedaan heb. Dus, Maar nee, deze battle niet. Chiefs is denk ik gewoon gevaarlijker dan welke twee van de tegenstanders er ook in de finale. Dus dit is denk ik de echte test. En dan, als ik die win, dan wordt de finale vergeleken met dit makkelijk. Oké, cool. Paulcher en Waring die zegt, Jeeves heeft al veel battles gehad, mensen hebben al veel lijns tegen hem gedropt. Kan je dan nog wel origineel zijn? Ja, daar zat ik inderdaad heel lang mee, van Jeeves 500 battles of zo. En bijna letterlijk, als je alle freestyle dingen meerekent, dan is het inderdaad lastig om origineel te zijn. Maar ik begon te schrijven en ik heb toch mijn eigen manier van schrijven en eigen manier van angles pakken. En ik denk dat ik daar wel origineel mee kan komen. Ik zat op tennis. Hier heb je erin. Hou je mond, je moet stil zijn. Oh. Dus, we hebben per ongeluk Jeeves alvast binnengelaten. Nee, maar ik heb gewoon de meest bekende battles van hem gekeken. Ik bedoel, niemand weet wat in zijn battle tegen Who Gives a Fuck is gezegd. Sure. Dus ik heb gewoon die dingen, die laatste van het toernooi gekeken van dit seizoen tegen Insane. Gewoon de bekende dingen. Oké. En dan vraagt iemand, vind je dat Jeeves terecht door is? Veel mensen vonden de battle namelijk voor fiction. Lastig. Ik denk dat hetgene wat het heeft bepaald is ervaring. Omdat Fiction had op een gegeven moment, toen kreeg hij goudreactie. En toen ging hij doorrappen zijn volgende lines. Terwijl de goud nog aan het reageren was. En toen was het ook gewoon op camera, vond ik het moeilijk te volgen. Maar ik had daarna zijn bars gelezen en dingen waren gewoon fire. En dat die heeft het publiek niet gevangen omdat hij te snel doorging. En ik denk dat dat hem de kop heeft gekost. Als hij gewoon rustig was gebleven, zijn tijd had gepakt, dan was het een ander verhaal geweest. Dan had hij misschien licht geëindigd. Oké, dus jij vindt wel de Chiefs
Te graag door, dus ja. Oké, okay, duidelijk. Wat vond je van die lijn van keus over je vriendin? Haha, zegt Paulje en Mario. Ja, ik snap dat hij een shot moest teruggooien. Hij was behoorlijk embarrassing wat hem is gebeurd in de achtste finale. Dus ik snap dat hij zijn eer moest herstellen door iets te zeggen. Dat is trouwens niet waar wat hij heeft gezegd, maar ik denk dat iedereen dat wel kan begrijpen. En dus ik kan hem heel goed begrijpen. Ik was er niet boos over. Ik stond in de bag. Ik moest meelachen om die line. Ik had meegeklapt. Dus helemaal prima. Okay. Wat vind je eigenlijk van het feit dat mensen zeg maar shots gooien naar andere mensen waar leuk. Op dat moment niet mee betten? Ah, prima. Dat vind ik echt helemaal geweldig. Dat is leuk. Dat bouwt een soort vete op voor je volgende match. Een soort storyline. Ja. En dat vind ik tof. Okay. Dat bouwt een beetje heat voor een nieuwe battle. Vandaar dat ook een battle met hem in de finale was leuk geweest. Vanwege de shots die hij had gegooid. Ja, precies. Ja. En als je dan kijkt bijvoorbeeld naar mensen die dan niet battelen, daar worden ook heel vaak shots naar gegooid, zeg maar, naar iemand zijn vriendin of iemand de moeder of iemand de oom die net is overleden of zo. Hebben ze zoiets van, oké, er moet wel een soort van grens zijn of hebben ze zoiets van, alles moet kunnen? Nee, zoals ik net zei, alles moet in principe kunnen. Het enige wat ik gewoon wil is dat het creatief is. Je moet niet gewoon het alleen maar noemen om het genoemd te hebben. Je moet er wel iets, een creatieve twist aan geven, een dope line over schrijven, een leuke invalshoek ervan maken. En niet gewoon alleen maar van, jouw moeder is dood, time. Ja, daar doe je niks mee. Oké, dus als het in een toffe bar is gegooid, dan moet het wel goed kunnen. Ja, dat wel, ja. Oké, duidelijk. Adam L., wat vond je van het jury-oordeel bij de Match versus Chopper van Adam? Ah, oh, die heb ik niet gekeken. Maar, niet? Nee. Mensen stuurden mij iets door van screenshots en dat wijs ik het goed. En ik weet precies waarom hij zuur is. En ik denk van, prima, als hij daar nog steeds boos over is, moet het lekker zijn. Ja, maar er is wat zuurheid dus. Oh, dat was volgens mij wel duidelijk waarom hij zuur was. Of dat hij zuur was, ja, dat was duidelijk maar, volgens mij. Het lijkt het niet, zeg maar, want volgens jou, er is een achterligger. Nee, dat mag hij zelf bekendmaken als hij dat vindt. Het is helemaal prima dat hij zich zo aan moest stellen op camera, dat is wel genoeg straf voor hem. Dus, maar hij maakt niet duidelijk, ik ben door, dus I don't give a fuck. Oké, duidelijk. Sjoerd Hubrechtsen die zegt, nooit meer battlen of nooit meer fitness? Fuck. Ah, goed. Ja, Jaapie. Naap je me. nooit meer battlen. Ja, toch wel. Fitness betekent heel veel voor je. Nee, maar ja, je moet er gewoon, ja, niet. Je moet er gewoon bezig zijn. Weet je. Je moet iets te doen hebben om al je energie in kwijt te kunnen. En dan, ja, dan heb ik dat liever uiteindelijk, als ik echt moet kiezen, dan battelen. Oké. Maar fitnessen doe je ook heel, heel graag. Dus. Ja. Luke Pretorius, die zegt nooit meer een muts dragen of nooit meer battelen. Nooit meer een muts dragen. Dat, ja, natuurlijk. Dan kom ik wel een knotje omhoog naar een battle toe als mensen dat willen. Of ik draag een battle, prima. Oké. Okay. De volgende vraag gaat over de ex van Keus, of dat echt jouw vriendin is. Je hoort daar heel veel Oké, laten we daar heel veel speculatie over. Nee, is goed, laten we dan meteen van hebben gaan gestolen of zo. Nee, helemaal niet. Het verhaal gewoon in grote lijnen. Zij was fan van Keus, de muziek. Keus probeerde haar te regelen. Zij leerde mij kennen en ze ging voor mij. Hmm. Dat is gewoon het hele verhaal. Dat is gewoon realistisch, dus. Okay, maar ze waren in de flow en toen leerde ze jou kennen? Of ze was gewoon alleen fan van zijn muziek en toen ja, hij probeerde toen na te regelen, iets te fixen en maar jij was eerst gewoon. En, ja, toen leerde ze mij kennen en ik ben beter, dus. Ja, heel jammer. Ik bedoel, dat is een verhaal. Dus ja, en trouwens die angle van Noozie en zo, dat kwam ook verder niet van mij af. Weet je, ik ga dat niet doorspelen om hem daarmee te exposen of whatever. Dat kwam via van iemand anders. En dat is denk ik in die battle met Mitch wel duidelijk van wie dat dan kwam. Dus dat is alles wat ik zeg verder. Zie je een verschil tussen POB nu en POB vroeger met aanhalingstekens? Nee, eigenlijk niet. Het is gewoon, mensen hebben al, ja, qua productie en zo wel. Weet je, dat is gewoon allemaal heel professioneel aangepakt, meer professioneel aangepakt dan dat het ooit was eigenlijk. Qua geluid, qua editing, qua dit soort dingen überhaupt wel. Maar qua niveau eigenlijk niet, want je had vroeger ook altijd gewoon de undercard was gewoon kut. Ja. En alleen de top paar battles waren leuk en mensen vergeten dat en kijken gewoon met nostalgie terug daarop. Ja, vroeger ja. Was alles beter en dat valt heel erg mee. Oké, dus je vindt eigenlijk nu gewoon de veel battelaars wel gewoon edger met de battelaars van toen of misschien wel beter. Ja, zeker. Als je nu kijkt wat voor nieuw talent er steeds binnenkomt, dat dat was. Ja, vroeger had je ook soms nieuwe guys, maar dat waren veel al mensen die al established waren in de freestyle scene en zo. Nu komen er gewoon steeds nieuwe guys opzetten, zoals die inderdaad die Don Tata en Links van afgelopen audities. Die kwamen gewoon uit het niets en die zijn ineens fire. Ja, dus.
Even kijken, wat vinden jullie van die lachkei in het publiek? Ik ga je eerlijk zeggen, op het begin vond ik hem echt fucking irritant. Gewoon omdat hij gewoon te veel door battles heen lachte. Maar ja, hij is gewoon een goede guy en hij is gewoon fan. Hij staat er altijd, hij comment altijd onder de battles. Hij is er altijd, hij is gewoon een goede fan en een aanvulling voor het Punch-Out publiek. Oké, nice. Adam L, vind je de rest van de battles op de halve finale na op dat event, of wat vind je van de battles op de halve finale event? Wat vind ik van de battles? Er staan een paar leuke battles op. Wat is het? Elka Boys tegen Wenna, is iets wat ik graag wil zien. Challa tegen Satisfied wil ik graag zien. Er zijn volgens mij nog aan een paar die ik doof vind, maar ik weet niet wat... Kama komt weer, maakt weer een soort van rentree. Ja, dat was eigenlijk niet nodig, dat maakte Kama alleen maar wack. Maar, ja, gewoon heerlijk. Maar verder, weet ik eigenlijk niet uit mijn hoofd precies wat die battles waren. Ik probeer me gewoon natuurlijk mee te focussen. Maar er staan echt leuke battles op. Oké, okay. Luc Pretorius, die zegt, waarom ben je zo underrated? En voel je jezelf ook underrated? Ja, gewoon zonder arrogant te doen of zo. Ik voel mezelf best wel underrated, ja. Maar... ik weet hoe het komt en ik kan me dat best voorstellen. Dus gewoon inderdaad, voornamelijk het accentdingetje. En ook gewoon omdat ik normaal gesproken echt een klootzak ben. Online. Ja, je hebt geen likability. Nee, maar mensen zien daar gewoon niet doorheen wat het verschil is tussen echte leven en online. En dat ik in het echte leven kom. Gewoon cool, man. Dit gaat diep. Nick, een tijd geleden werd je onder de naam van Psychers berichten verspreid. Weet je daar wat? Fuck, jeez. Oh, echt, fuck hem. Dan zeg ik het nu meteen, dat was Jeeves. Want ik zei het helemaal niet. Ja, tuurlijk, nee. Man. Die vraag komt van Navin. Oh ja, nee, sorry, dat was het niet Jeeves, dat was het niet. Wat gaat die mee? Ik dacht serieus dat jij dat was. Shit. Maar het was Jeeves. Nee, het was Jeeves helemaal niet. Gaat hij zo bij je afsluiten tot hij denkt dat hij... Oké, laten we doorgaan naar de volgende vraag. Ja. Iemand vraagt, was je vroeger undercard en nu wel top? Dat je zelf undercard vroeger en nu top tier? Ja, tuurlijk. Als je net begint, moet je undercard zijn. En ik moest gewoon nog een paar extra dingen onder de knie krijgen. En ik heb gewoon veel geluisterd naar de kritieken en dat verbeterd. En nu... vind ik dat ik op de plekken sta ongeveer richting de top van de card die ik verdien. Dus je vindt jezelf wel echt een top tier? Nee, dat zeg ik niet, maar ik vind wel top of the card. Okay. Dus ik zeg niet, ik zeg niet elke battle moet ik, elke card moet ik bovenaan staan, maar wel in het bovenste rijtje, zeg maar. Ja, in de laatste blok, zeg maar. Ja, dat vind ik wel. Ja. Okay. Ali die vraagt, wie is een grotere legend? Noah G of Saru Katsuki? Sarukatsky is het. Ja, Sarukatsky, ja. Ik vind Sarukatsky zelf doper, maar ik ben Noah G, wat hij allemaal heeft gedaan. ik denk dat hij daarmee zijn legendary hate heeft established. Wat vind je van Noah G's? Noah G is bijvoorbeeld iemand die heel erg zegt van, ik ben een bar heavy battler, zeg maar. En dat is wel iets wat jij zegt dat je heel dope vindt. Ja, maar soms is het een beetje vergezocht allemaal. En je moet een beetje alle kanten proberen te laten zien. Ik bedoel, ik probeer wel bar heavy te komen, maar ik probeer ook altijd jokes en grappen erin te sprinkelen. Want ik vind, je moet gewoon het hele plaatje hebben. Alleen maar bars is gewoon saai om naar te luisteren. Je moet entertained worden als publiek. En dat doe je denk ik niet alleen maar met het hele diepe wordplay en zo. Je moet gewoon alle aspecten laten zien. Okay. Cash Campagne, die zegt, Nick, heb je het gevoel dat je een voordeel hebt omdat je Engelse battles hebt gedaan? En heb je het gevoel dat er een groot niveauverschil is? Ik weet niet waarom dat nu een voordeel zou moeten zijn. Maar ja, er is duidelijk een groot niveauverschil ook. Ja, gewoon qua MC's het level en qua de level van promotie, hoe groot het is, hoeveel views het pakt, het geld dat erin omgaat bijvoorbeeld. Dat is in Nederland trouwens niet nodig dat te doen, want daar is gewoon niet de vraag naar. Maar ja, het niveauverschil is heel erg groot, ja. Okay, maar zie je jezelf dan wel ook verder groeien in het Engelstalig battelen? Ja, dat is nog steeds iets wat ik graag wil doen. Het is nu jammer dat Don't Flop dood is, want anders was ik daar nog wel een paar keer naar terug gegaan. Okay. Dus het wordt nu iets langer sparen en iets verder zoeken om te kijken naar King of the Dart of een kleinere league in Amerika. En daar iets te doen. Change you're small enough to fit inside the backpack if you went skydiving with Pete tonight. And I hope he drops you from the plane midair like Argentina flights. Dan ga ik eigenlijk meedoen met de comments die binnenkomen.
nooit meer Nederlands of nooit meer Engels battelen? Ja, nooit meer Engels. Ja, toch wel? Ja, ik denk dat het plafond voor mij dan in het Nederlands is hoger. Ik weet dat ik leuk Engels kan battelen, maar ik ga niet mezelf de illusie maken dat ik top tier ga worden in het Engels. En, maar waarom niet? Ja, het is gewoon niet mijn eerste taal. Okay. Als je een echt... Nederlands Jeeves, nou maak het voor de fucking battle. Maar, nou ja, dus ja, liever nooit meer Engels dan, want ja, je moet toch een bepaalde affiniteit met de taal hebben en er zo mee gewend zijn om echt die bars en die workplace en dat level te kunnen bereiken om echt helemaal met de top mee te draaien. Oké, duidelijk. Maar je ziet jezelf wel gewoon nog wel wat battles doen als, ja, het, zeker. Als het mogelijk ja. is. De mogelijkheden die komen, die pak ik gewoon aan. En nu eerst op het toernooi focussen en daarna kijk ik verder. Ik heb wel wat dingetjes misschien lined up, maar dat zie ik dan wel. Maar heb je dan ook echt een voorkeur tegen wie... Nee, eigenlijk niet. Ik ben in het Engels sowieso niet in de positie om eisen te stellen. Dus ik pak gewoon wat ik kan pakken om een naam te maken zoals ik dat in Punch-Out ook eigenlijk heb gedaan. Ik pak gewoon wie ik krijg. En dan, ja, als het aanslaat, dan kan ik eventueel eisen gaan stellen, maar dat zie ik dan wel. Okay. Bij Punch-Out is bijvoorbeeld Ahab bijvoorbeeld. Disaster is ook wel eens geweest. Ja. Dus stel dat er weer zo'n artiest hier naartoe komt, bij wijze van spreken, ben jij dan iemand die dan zegt: oké, zet mij maar? Tuurlijk, als die kans aangeboden krijgt, ga ik die met beide handen aanpakken. Daar ga ik niet voor duiken, dat zie ik wel zetten. Ja, wel spannend, wel spannend. Mohammed Kankai, ik hoop echt dat ik jullie naam goed uitspreek, maar sorry als het niet zo is. Tegen wie had je liever de finale willen battelen? Ja. Dus als je gewoon iedereen zou willen. Iedereen? Uit gewoon de league. Ja, dit zou mijn favoriete finale battle zijn, ik tegen. Ja, ik zei eigenlijk aan het begin van het toernooi, het zou gewoon na die 2-2 echt doop zijn om de finale tegen Mitch te doen. En die kans zit er nu gewoon echt in, dus okay. Dat lijkt me gewoon echt leuk. Zo dat jaar begonnen met een 2-2 en afsluiten met de finale, winnen van hem. Winnen van hem? Ja, natuurlijk, ja. Oké. Vind je het niet vervelend dat je de dupe was van de slechte performance van Poppy? Hoor? Ja. Ah nee, de kant wel. Ik vind, ja, zijn performance was niet goed, zijn delivery was niet goed, maar zijn teksten, als je gewoon luistert, als je er doorheen kan luisteren, dan had hij gewoon echt leuke dingen. Maar ja, hij heeft dan inderdaad een beetje opgefokt en dat was jammer, want ik vond nog steeds dat een van de beste in elkaar gezette rondes waren. Dus ja, jammer. Maar wat doe je dan? Na het event een paar bitchlaps? Nee, joh, nee. Ik heb hem een beetje gecoacht, hij was een beetje depressief, dus ik heb wat tips gegeven. En zo, het komt goed, Jogan. Die hij later gewoon tegen jou gaat gebruiken, die tips. Ja, als die ook nog eens een rematch wil, dan splak ik hem nog eens een keer. Maar is het zeg maar moeilijk dan? Want ja, uiteindelijk als battle MC's ga je elkaar vaker zien. Op events, je gaat ook misschien samen wat eten, samen wat, weet je. Wordt het op een gegeven moment awkward of zo? Van, daar moet ik tegen jou. Of heb je zoiets van, ik ga je niet vertellen dat ik een vriendin heb, want misschien moet ik ooit tegen jou battelen. Weet je, dat soort dingen, zeg maar. Nee, eigenlijk, ja, in het begin wel, maar het wordt juist chiller nadat je elkaar hebt gebatteld. Omdat dan is het al geweest. Ja, precies, want bijna iedereen die ik dit seizoen heb moeten battelen, behalve Fiction, tenminste van tevoren, nu ben ik ook cool met hem. Iedereen, Cray, Felak, Zafko, Popjongen en Chiefs, dus ook was ik gewoon cool mee. Dus ja, dat maakt het wel makkelijk als je ze eenmaal hebt gebatteld. Was ja, was. Maar ja, dat was ik gekomen. Ja, dat maakt het makkelijker na de battle. Dan heb je je shit gezegd en dan kan je ook gewoon ja, meer ja, gewoon praten met elkaar. Weet je, gewoon openen en niet de hele tijd, dat kan ik je niet zeggen, dat mag je niet weten. Maar daarvoor let je daar dus wel op. Ja, altijd. Altijd. Ik ga hem niet vertellen dat ik net Baba mee kwijt geraakt. Ja, bijvoorbeeld. Okay. Tuurlijk. Oké. Okay. Jorn van Essen die zegt, ik was niet depressief. Oh ja, tuurlijk. Wat deed ik fout dan? Kan je me tips geven? Zo zat je na de battle, dat weet je. Dat deed je het bij mij, hoor. Ja, precies. Bekijk het maar, Ik heb niks, I didn't say it, oké? Adam L. die vraagt, heb je de battle van Disaster versus Oxy gezien en wat vond je ervan? Ja, ik heb die live gezien. We zaten met de hele kamer Oxy te schreeuwen in de tijd, want Oxy kwam fire. Echt niet normaal. Dat is echt, er staat nu volgens mij op 7 miljoen views of zo. Belachelijk. Dus ja, ik wil hem graag nog eens een keer terugzien in het Engels. En KOTD of URL. Misschien een keer bij Punch-Out, ik hoorde dat hij gratis battelde. Dus misschien wat voor jullie om 10 miljoen views te halen. Ik wil hem wel battelen. Wat vind je van die grote, blijkbaar in Rusland gaat het keihard. Ja, Rusland is de grootste lied ter wereld. Gewoon mensen die net auditie hebben gedaan, hadden binnen een week 1,5 miljoen views of zo. Dus belachelijk. Ze
Zie je ons zeg maar met Punch-Out ook misschien naar misschien niet 20 miljoen views, maar echt gewoon. Ja, dat wordt lastig. Nederland is gewoon niet groot genoeg. Ik bedoel, dan moet het echt een battle zijn in het Engels. En moet het een fire battle van twee kanten zijn, dan zou het kunnen. Maar met een Nederlandse battle, ja. Als je al 17 miljoen views wil halen, dan moet precies echt letterlijk iedere persoon in Nederland naar hebben gekeken. Van baby tot bejaarde. Ja, tel ik dubbel. Ja, elke views. Ja, oké, ja, nee, als die dubbel tellen, dan wel. Maar zie je jezelf dan ook misschien zoiets doen in het Nederlands? Of dan moet er Mark Rutte dissen of zo, of Geert Wilders, ja, dat vind ik, wat Eminem heeft gedaan in zijn... Nee, dat vind ik echt mooi. Sowieso, als battle gaat, dan moet je niet morele high ground proberen te nemen, zoals Eminem deed. Ik bedoel, hij gaat over bitches verkrachten en vermoorden en homo's in elkaar slaan en dan ineens stoer gaan politiek gaan doen van ja, ik ben een beter persoon dan Trump of wie. Fuck Trump. Ja, dat betekent niks als het van hem komt. Maar stel dat het iemand was die wel politiek correct was. Weet ik veel, Kendrick Lamar of zo. Iemand die wat meer politiek gericht. Ja, dan misschien wel. Nog steeds die... Maar je vindt het te corny. Ja, die wanhopige pogingen om viral te gaan en bekendheid te krijgen. Nee, dat vind ik corny. Okay. Maar vind je dan Chris Net versus Nederland een corny? Nee, ik heb die ook nooit gekeken. Ik vond het hele idee vond ik echt niks aan. En ik ga hem eerlijk zijn, ik heb hem niet gekeken. Dus, ja. Oké, Simon Tegeen, die zegt, wat vind je van Popjorn? Jullie vallen qua bars en stijl voor mij in dezelfde categorie. Zie je dat zelf ook zo? En wat vind je van de manier waarop jouw battle tegen hem werd ontvangen door de crowd? Ja, dat is 6 vragen. Ja, precies. We vallen inderdaad wel ongeveer in dezelfde categorie. En sowieso, ik heb hem net wel uitgelachen, maar het is gewoon echt merkwaardig wat die jongen heeft gedaan. Hij heeft nog nooit eerder gegapt of gebattled en komt erin. Doet 3 battles, pak een 250.000 views en staat in de laatste 16 toernooi terwijl hij nooit gegapt heeft. Dat is sowieso al bewonderingswaardig. En ja, inderdaad, zoals ik net zei, die battle, jammer dat hij zo werd ontvangen. En ik vond het nog steeds een van mijn beste prestaties. Oké. Dus, Paultje die zegt, wat vind je familie ervan dat je aan rap battles doet? Ja, ik ga niet echt tegen mijn familie zeggen, kijk hier, hey, ik heb die jongens en moeder uitgescholden. Ja, nee, dat ga ik niet weten doen. Ze wel gewoon dat je battelt en steunen ze je ook erin? Ja, ze weten het wel. Sommige van mijn familie weten het wel. En, heb je niet een neef of ook? Ja, neef als mijn naam ooit genoemd wordt of zo, weet je. Ja, ik had het in mijn tweede battle inderdaad, maar had ik gewoon ook die familie aanstaan op Facebook, want je ziet wie je nicht en neven zijn. Ja, en toen had meteen staan gewoon alleen de naam genoemd. En zoals ik net zei, die had er geen line over geschreven, gewoon alleen genoemd van jouw nicht heet zo. Ja, precies. Dat ja, klopt, dank je. Ja, dat was ook letterlijk mijn reactie. En op die manier hoeft het voor mij niet. Dus ik heb inderdaad wel neven en nichten die je checken, maar niet echt dat ze naar events komen of dat ik ze meeneem of zo. Oké. Mensen zijn op zoek naar... Iemand zegt, Nick, kan je AUB aangeven waarom Mitch Popjoer niet mag? Dat is helemaal tussen hun. Ik weet het verhaal ze wel, maar ik ga zijn op zoek. Had je naar een match moeten vragen? Helaas. wat vind je positief en goed aan Jeeves? Ik zit in die battle mode, dus eigenlijk helemaal niks. zoals ik net zei, hij was voor het toernooi fucking underrated. Hij kreeg niet de reactie en de respect die hij verdiende voor wat het niveau van zijn lines was. Hou je back. En hij kan heel goed, hij heeft gewoon perfectioneerd met wat hij moet brengen. Hoe hij een angle pakt, hoe hij mensen clownt, hoe hij mensen nadoet. En ja, dat vind ik zijn goede kant in. Oké. Simon de G die vraagt, lees je boeken? Ja, veel. Ja? Ja. Komt het ook daarom dat je heel erg bargericht bent? Als je, Ja, misschien wel. Maar dat is denk ik gewoon het type persoon wat je bent. Als je veel leest, dan denk ik dat je gewoon meer focust op goed schrijven, goede writing. En dat de tekst goed klopt en... creatief is en sens maakt. Van die zegt, Nick, wanneer Febo? Ah, ja, Bibi, ik weet het. Is iemand die je kent, die ja, je natuurlijk aan het flashen bent. Ja, inderdaad. Ja, Febo, ja, kom naar het event, gaan we naar het event naar de Febo. Dan ben ik wel loezo en dan zie je me daar. Oké. Okay. Anoniempje die zegt, kan je goed tegen je verlies? Ja. Ik zou zeggen, probeer me eens te verslaan en dan zie ik wel hoe ik dat tegen kan. Oké, wauw. Ja. Nee, ik kan op zich wel tegen mijn verlies, maar dat is gewoon een competitief iets en je verlies niet graag. Heb je nooit een battle gehad tegen jou, of een ronde, of een bepaalde scheme, of waar je na de hand echt dacht van, oh my god, dat is dat de camera's op mij gericht waren, want ik wou je bespringen ofzo. Nee, eigenlijk letterlijk nog nooit. Ik heb er heel lang op gehoopt dat ik gewoon een ronde tegen me kreeg van
waarvan ik echt denk, wauw. Ja, precies. En ik moet echt level up gaan om hier overheen te gaan. Maar ja, ik hoop dat dat in Jeeps gebeurt. We zullen zien. Oké. Okay. Nick, wat vind je van de auditante Tibbles, Roeland en de Woordenkoning? Ken die eerste twee ken ik niet. De Woordenkoning. Ja, hij kan, als hij dope was geweest, had hij een leuk karakter geweest. Weet je, dat kakkerige jongetje die in de villa van zijn vader woont of whatever. Dat zou een leuk karakter zijn geweest, maar ja, dan moeten zijn bars en grappen op dat level zijn en dat waren ze niet. Dus, helaas. Okay. Net niet, zeg maar. Net niet. Oké. Okay. Paultje zegt, als je POB wint, ga je dan weer kaal? Dat is een goede vraag. Ja, we zullen zien. Het bericht aan de jury. Dan willen jullie mij kaal zien, laat mij winnen. En dan mogen jullie het. Dan wil ik live, als het bekend wordt gemaakt dat ik win, dan scher ik live mijn haren eraf met de tondeuzen. Gewoon bij de volgende live Q&A gaan we gewoon zijn haren. Ja, precies. Ja, dan jullie het zien. Ja, iedereen die dit ziet, ga je eraan houden. Ja, prima, geen enkel probleem. Maar niet expres niet winnen nu of zo. Nee, ik vind het geen enkel probleem. Oké, okay. Navin die zegt, vind je dat iemand als Popjoen die een slechte performance neerzet, maar toch arrogant doet tegen een low-tier moet? Want er zijn inderdaad heel veel MC's die een slechte battle neerzetten of een slechte performance hebben, maar daarna nog steeds zeggen van nee, ik wil alleen maar tegen een Stef of tegen een... Ja, volgens mij, ik denk dat het beste is dat hij gewoon even een makkelijke win pakt om weer terug op level te komen. Dat doet bijna iedereen na een erge los. Ik bedoel, Taser heeft dat gedaan, Insano heeft dat gedaan. Dan ga je gewoon even een makkelijke win pakken dat je publiek aan je kant krijgt en volgens mij is hij dat ook van plan. Dus ja, helemaal prima. Okay. Wat vind je van het feit dat mensen überhaupt bepaalde mensen niet willen battelen of juist bepaalde mensen wel? Ja, dat is helemaal aan jezelf. Ik bedoel, als jij gewoon geen zin hebt om iemand te battelen en geen inspiratie hebt, dan komt er gewoon een kut battle uit. Ja. Ja. En dat wil echt niemand zien, dus kies inderdaad gewoon de mensen die jezelf wil battelen. Dan kan je jezelf beter motiveren, dan heb je meer inspiratie en dan krijg je het publiek ook leuke battles. Heb jij bijvoorbeeld mensen waarvan je denkt van ja, tegen jou moet ik echt niet battelen? Op dit moment niet echt. Ja, ik zit nu in een toernooi, dus ik kijk hoe je krijgt. Dus buiten het toernooi om, zeg maar. Ja, er zijn genoeg mensen waar ik eigenlijk geen zin in heb, maar dat is te lang om op te noemen. Ik heb wel een. Ja, nee, maar je hebt toch niet zin om tegen iedereen te battelen. Ja, er zitten 40 mensen of zo in de league. Dus, ja, exact. Maar dan krijg je wel, zeg maar, de mogelijkheid dat zo iemand of juist de mensen eromheen gaan zeggen van ja, je bent gewoon aan het duiken. Je durft niet tegen die persoon. Dat mogen ze best denken. Ja, dat krijg je altijd. Ik bedoel, aan de ene kant kan ik me ook voorstellen, sommige mensen duiken inderdaad. En sommige mensen willen gewoon niet battelen tegen wie ze geen inspiratie hebben. En ik kan het beide kanten voorstellen. Dus ja, dat mensen willen zeggen dat ik dan duik of whatever, dat moeten ze zelf weten. Dat interesseert me niet. Oké, duidelijk. Aanstaande zondag, volgende week zondag, nog 7 dagen. Ja. You ready? Ja. Hoe lang heb je nodig om jezelf voor te bereiden op zo'n moment? Het kan met elke voorbereiding wel. Ik heb er ooit ene gedaan, toen was ik er 2 op een dag toen op een klein event. En die was met 12 uur voorbereiding. Een one rounder, dat ik gewoon echt de avond van tevoren pas wist. En dat is ook gelukt. Het was een kleine show, maar op zich is dat goed gegaan. En, maar ja, deze 2 maanden vind ik de perfecte voorbereidingstijden. Dus niet te lang dat je het gaat uitstellen, maar ook niet te kort dat je niet op je A-game kan komen. Dus deze 2 maanden zijn eigenlijk perfect in de kijk. En moet ik het dan zien als een maand schrijven en een maand oefenen? Of doe je 1,5 maand schrijven? Heb je maar een week nodig om het in te stampen? Nee, ik ga meestal gewoon in mijn hoofd over mijn bars heen om ze uit te breiden, om de schema's te maken. En als je dat doet, zit het al in je hoofd. Dus ik oefen meestal 1,5 week van tevoren. Oké. En zijn er, als je schrijft, dan zijn er dan grenzen? Dat vraagt Lionel Calvetti. Of je grenzen hebt bij je dissen? Tot hoe ver wil je gaan? Of heb je zoiets van, ik ga all the way, alles wat nodig is om... Zou je bijvoorbeeld een Stef gooien en Isseno zijn moeder dissen over darmkanker bijvoorbeeld? Of Terry, allebei zijn ouders zijn dood en dan daar bars over schrijven? Ja, zoals ik net zei, er is niks volgens mij, voor mij wat te ver gaat. Je moet alles kunnen zeggen zolang je er creatief over kan komen. Dus als ik dat kan doen, doe ik dat. Maar dan zou ik het liever niet extra naar info denken tegen iemand die ik mag. Ik bedoel, tegen Popjoen deed ik dan die laatste ronde die angle, maar dat was eigenlijk om zijn karma te geven wat hij had gedaan bij Nuzi. Dus ik denk, dat is toepasselijk, dat past bij de battle en dat is niet gewoon alleen maar voor de shock value. Dus dat is voor jou het belangrijkste, dat het echt een onderdeel is en dat je niet gewoon, laat me maar even gaan praten over iemand zijn zieke tante, nee. Alleen maar om het te noemen. Ja. Nee, van, jij hebt een zieke tante, klaar. Nee, dat ga ik niet doen. Oké, duidelijk.
Wat triggert jou het meest? Vraagt Anonymia. Moet ik daar antwoord op geven? Mag ik die skippen? Ja, die wil ik heel graag skippen. Ja, heel graag. Oké. Zou je Jeeves helemaal kapot maken in rondes als het je een finale plek zou opleveren? Of houd je je aan afgesproken dingen? Ik hou me aan afgesproken dingen, zoals ik net zei. We hebben iets afgesproken, maar hij moet niet vergeten dat ik kan freestylen. Dus als hij er zelf over begint, dan kan die dingen terugverwachten, laat ik het zo zeggen. Oké. En doe je zoiets dan zeg maar alleen met bijvoorbeeld een Jeeves waar je ook gewoon oké mee bent? Of zou je dat ook doen bijvoorbeeld met battle MC's die je niet kent, die jou bijvoorbeeld zou connecten en zeggen, hé, luister dan, mijn tante zit nu in het ziekenhuis. Nee, want dat je daar overheen. Ja, want dat is dom om die niet te gaan connecten en info te gaan geven. Dus nee. Dat op zich zou ik het niet doen, nee, maar dit zijn gewoon dingen die hebben we gewoon elkaar buiten de ring om, hebben het over gehad, weet je, dus hij weet dingen van mij, ik van hem, en dat hebben we dan gewoon zo afgesproken, dus dat is anders dan dat het iemand is die je niet kent en dat je er zelf naar gegraven hebt en het hebt gevonden, dus dat vind ik een verschil, dus nee, ik ga dit, tegen andere mensen zou ik dat niet achterhouden. Kijk, ik zeg je heel eerlijk, voor mij een van de ergste momenten, mag ik het misschien wel noemen, vind ik de 2 tegen 2 van QC en Killer. Dat ze volgens mij Jay Spittler of Jay Thomas. En Spittler, ja. Ja, over die pa dat die misbruikt was. En dat dacht ik wel echt van, oh. Maar je hebt niet zoiets van, oké. Nee, ik kan me die battle niet meer precies herinneren. Dus ik weet niet precies wat er gezegd is. Maar nee, dan moet je gewoon over kunnen beginnen. Ik bedoel, je weet dat mensen privédetective worden zodra ze battler zijn, zodra ze in de ring stappen. Dus of goed verbergen of het nemen als een man. We vonden jouw biografie op Vlaamsrap.be en dit gaan we helemaal uitchecken. We zagen een interview op internet en eerlijk, dit gaan we uitschetsen. Er staat Thomas van Loveren, bekend als Jay Thomas, moesten ze uit het huis zetten. Hij is geplaatst in een instelling dat er meerdere kinderen uit het gezin misbruikt werden. Yes, ik zei het toch, je bent fucked up. Geen gunrijns. Je vader gaf je kampshot. Je wist altijd dat hij een gay was. Je wist altijd dat hij gay was omdat hij altijd uit je kast kwam. En mensen als jouw vader horen niet thuis in de maatschappij en dat soort mensen moet je doodtrappen. We mogen daar geen nieuwe grap over maken. Maar ja, we zijn klootzakken. Op het moment dat is geen reference naar die misbruik neem als een man. Maar gewoon in de ring neem als een man. Ja, maar op het moment dat je je inschrijft moet je gewoon voor alles. Ja, gewoon, ik zou je gewoon adviseren. Eerst alles afschermen, zorgen dat er niks te vinden is. Google jezelf, google je naam van je moeder en alles. En schrijf je dan pas in. Oké. Adam Elden zegt, soms krijg je bij harde bars weinig crowd response, ligt dat aan je delivery, daar hebben we het al over gehad. Anders was ja, dat denkt hij inderdaad. Ja. Jeffrey, hoe was je reis deze zomer door Thailand en heb je de Bangkok Dream geleefd? Ik heb geen idee waar je het over heeft, ik ben niet in Thailand geweest. Je hebt geen reis gemaakt. Nee, boys. Bangkok Dream. Dat is wel niemand. In je hotelkamer, wat je zei. Wat ik wel graag heel benieuwd naar ben. Er zijn heel veel mensen die naast dat soort battelen ook gewoon heel erg bezig zijn met hun eigen muziek maken. En dat soort dingen. Hoe zit dat bij jou? Ja, ik ben ook heel erg bezig met muziek maken. Ik ben nu een nieuwe weg proberen te slaan. Ik heb iets van 10 jaar muziek gemaakt. Het was leuk, hier en daar wat optredens met een vriend van me. Maar nu probeer ik er een nieuwe slag eraan te geven om iets nieuws te brengen. Iedereen rapt tegenwoordig hetzelfde en brengt dezelfde dingen uit en ik wil niet 13 in een dozijn komen. Dus ik ben met iets bezig en ik wil eigenlijk zodra of de halve finale of de finale of whatever waar ik in sta uitkomt, wil ik die tegelijk proberen uit te brengen om die een beetje mee te liften op die hype daarvan. Okay. Vind je het dan moeilijk om, als je dan bijvoorbeeld kijkt, als je naar Dettel schrijft, dan moet je natuurlijk gewoon zo veel ger mogelijk, zo dissend mogelijk, zo. En als je een track schrijft, denk ik dat je toch met een andere mentaliteit moet schrijven. Het is heel erg lastig om die switch steeds te maken. Dus ik probeer inderdaad gewoon eerst van mijn battles af te ronden en dan ga ik weer een paar nummers schrijven of aan muziek werken. En dan, het moet echt afgewisseld zijn. Ik kan niet allebei tegelijk doen, want je moet er een hele andere mindset voor zijn. Okay. Dus, en wat voor soort muziek moet ik dan bedenken als ik denk aan de nieuwe Nick Veen zingen? Dat is een beetje pop-rock-achtig, gewoon hip-hop met pop-rock-achtige invloeden. Oké. Okay. Dus gewoon iets wat er op dit moment niet echt is. Denk ik dan bijvoorbeeld aan een Nam Bangkok van Jay-Z met Linkin Park? Dat zou kunnen, maar dat is meer hard rock volgens mij. Ja. Volgens mij dat is iets harder. Dat is ook heel dope, maar daar moet je denk ik echt iemand voor hebben. Weet je wel, echt zo'n zanger met zo'n stem die dat op die manier als Linkin Park kan brengen. Dat is bijna niemand die echt op dat level kan komen. Ja. Dus iets, dus gewoon eerst nog een beetje
experimenteel, laat ik het zo zeggen. Dat is het, en als het aanslaat, wil ik daar dieper op ingaan en verder mee gaan. Okay. En zonder je dan echt ergens aan te houden, zeg maar, als we er een soort van timetable aan zouden moeten geven, wanneer zouden we meer filmmuziek kunnen verwachten? Ja, zoals ik net zei, dat ligt aan wanneer de halve finale dropt, en als ik die win, misschien de finale, en dan de hype af, wanneer die battle dropt, je rond die tijd, diezelfde week of zo uitbrengen, zodat ik een beetje, ja inderdaad, die hype kan meeliften. Want dan is mijn naam denk ik op het hoogste punt dat het zal zijn. En om dan muziek uit te brengen, dan denk ik dat dat het beste aanslaat. Oké, en afkloppen, stel je verliest? Ja, dat zie ik niet gebeuren, maar als ik verliest, ja nee, dan wanneer dus dan de halve finale uitkomt. Oké. Okay. Gewoon, dan nog steeds, dat wordt hoe dan ook een open battle, winst of verlies. En, ja, dus we kunnen gewoon rond zeg maar, de afsluiting van het seizoen kunnen we iets nieuws van Nick Faithful. Ja, dat is de bedoeling, ja. Heel tof. Kevin Heikamp, a.k.a. Prelab, ja. Die zegt, Nick, wat vind je ervan dat MC's die net in de league zitten en een matige performance leveren, gelijk tactisch in een battle uitdagen? Dus bijvoorbeeld een Aholo die in zijn eerste battle gelijk zegt van, ik wil tegen jou of... Ja, dat wordt heel vaak gedaan. Ja, klopt, ja. Ik denk dat je jezelf daar gewoon meer mee voor lul zet. Omdat je bent gewoon totaal niet op de radar van die top tier MC. En die gaat je gewoon geen aandacht geven. Het publiek ziet je niet op dat level. En gaat ook niet denken, ja, dat willen we zien. Die nieuwkomer die matig is tegen die top tier. Niemand zit daarop te wachten, dus laat het eerst. Bouw eerst je eigen naam op en ga het dan proberen. Ja, maar stel dat je als nieuwkomer zeg maar, je eerste battle en je murder, zeg maar. Heb je dan zoiets dat je wel gewoon naar je battle kan zeggen, oké, ik wil tegen Nick Veen of ik wil tegen Jeeves ofzo. Ja, dat ligt er inderdaad aan. Ik denk nog steeds dat je gewoon nog een paar battles moet doen om te laten zien dat je consistent dope kan komen. En dat je niet alleen gewoon een one day fly bent, gewoon een one hit wonder. Je moet gewoon laten zien dat je echt in het rijtje thuis hoort en ik denk dat mensen je dan ook graag tegen diegene wil zien. Okay. Hoe reageer jij er zelf op het moment dat je je naam hoort voorbij komen in een andere battle bijvoorbeeld? Nou, dat interesseert me niet zoveel. Nee, geen DM naar die persoon van, oh, weet je trucken? Nee, echt totaal niet. Nee. Dat maakt mij geen uit. Maar ben je dan gewoon van, ik zwijg het weg? Of schrijf je dan een lijn terug in jouw battle bijvoorbeeld? Oh nee, daar ga ik geen bars aan besteden aan zoiets. Je gaat geen tijd verspillen. Nee, dan laat je alleen maar meer zien dat je heeft geraakt nadat je iets doet. Dus ik negeer het gewoon. Oké, okay. Navin die zegt, waarom dropte je tegen Kray veel Hindu jokes? Haat je ze? Ja, omdat hij een coolie is. Ik bedoel, ja, en uit India. Een jongen uit India. Sorry, Kray. Nee, maar dat is gewoon omdat hij gewoon Hindoestaans is, denk je van. Ja, natuurlijk. Op een Nederlander, op een Tata drop je white jokes, op een Marokkaan drop je tasjes die jokes, op een Turk baklava jokes. Ja, dat krijg je gewoon. Ja, dat is leuk. Ja, dat is gewoon erbij. Nooit meer Starbucks of nooit meer battelen. Ze blijven het proberen. Ah, dat is van dezelfde persoon als net waarschijnlijk. Nooit meer. Battelen. Fuck. Ah. En Starbucks is ook een ding. Ah, ik hou van Starbucks, echt. Nooit meer Starbucks. Ja, toch wel? Ja, moet wel. Dan doe je gewoon een ander merk koffie. Ja, dan maak ik het thuis. Ja, toch. Ja. Ja. Oké, Paultje die zegt, oh, dat vind ik een goede vraag. Wat vind je van Demo? Ja, dat kan ik niet zeggen. Ja, maar hij zegt naast me. Dan gaat hij sowieso politiek daar correct. Daar is de deur en anders moet ik kan niet weggaan. Hij is sowieso politiek correct antwoorden. Dus, geen commentaar. Oké, maar nu wordt het denk ik een beetje persoonlijk wel. Want nu wordt de vraag, nooit meer kotsen in de Febo of nooit meer benen slaan. Dus blijkbaar ben je gekotst in de Febo. Het blijft misschien. Dus dat klopt, ja. Maar het is dus nooit meer benen scheren. Dat verhaal wil ik echt weten. Nee. Dat was op dat... Dat was het, dat Maag Madness event in de Battlesuit. Daar inderdaad, toen hoefde ik eindelijk niet te battelen. Dus ik was ontzettend dronken al voor het event begon. En ik op een gegeven moment, ik ben kotsend naar buiten gelopen. De halve zaal lag onder de kot. En toen ben ik naar de Febo gelopen. En het event was net begonnen. Iedereen was met het appen van waar ben je? En ik zat in de Febo. Dat is ook waar het net vandaan kwam, die vraag van wanneer Febo. Yes, oké, keihard. Simon de G die zegt, welke shampoo gebruik je? Goeie vraag. Ik gebruik Camille shampoo. Camille shampoo? Ja, uit de natuurwinkel. Oké. Je hebt echt een speciale shampoo. Ja, die werkt goed. Oké. En draag je expres bergschoenen ter provocatie of is dat gewoon de Limburgse stijl? Niet hoor, dat zijn gewoon sneakers aan. Heeft dit misschien bij een bed over een bed? Ja, die kopje om bed, omdat haalde is het geen ook aan in de judgment volgens mij. Toen had ik gewoon. Gewoon normale schoenen aan, het waren geen bagging schoenen of andere schoenen of whatever. Hij zag het gewoon ja, als bergschoenen. Dan leek het misschien ook weer, dus nee, geen bergschoenen. Wat vind jij van dat je bottom tier was volgens QC?
heel jammer. Ja? Met Gucci. Nee, echt totaal niet. Ik weet dat we inderdaad zo'n filmpje van vanaf 15 jaar geleden uitgemaakt en ik vond het alleen maar grappig dat hij zich de moeite daarvoor neemt om iemand die hij zo barm dier vindt. Van jongens, kom, we gaan met de camera even opnemen hoe slecht we hem vinden. Ja, dat hele concept vond ik te grappig om er boos aan te zijn. Dus eigenlijk is het promotie naar jou eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Hij was top tier en alles en hij gaat zich de tijd daaraan verspillen. Dus prima toch? Doet hij niet aan iemand anders die bottom tier vindt, aan mij wel. Leuk. Ja. Okay, ja, duidelijk. Frederico Fernandez die zegt, wat is je top 3 Limburgse rappers? Ik vind echt geen enkele Limburgse rapper doof. Ik ken hem volgens mij ook met 3. Ambu Ben. Ja, dit is zo'n nieuwe guy inderdaad. Volgens mij heet hij inderdaad Ambu of whatever. Ambu is een gang. Ambu Oh, dat is een gang. Ik dacht dat het ene was. Giri en zo. Die. Oké, ik dacht dat het ene was, dus die. Tension en voor de rest ken ik niemand. Oké. En als je hem dan buiten de Limburgse markt checkt, als je jouw top 3. Oh, daar heb ik geen top 3, ik heb alleen maar een top 1 en dat is Brainpower. Oké, wow. Gewoon echt, hij is de eerste hip-hop artiest waarmee ik in aanraking ben gekomen. Ik heb het eerste hip-hop album dat ik heb gekocht was van hem. En ik heb voor de rest alles gecheckt van hem, al zijn shows gezien, alles. Dus duidelijk. Okay, en als je dan een top 3 battle MC zou moeten maken? Uit Nederland? Ja. Wauw, lastig. EZG, Menes en lastig. El Diep of Husen. Gedeelde derde plek. Ja, als we alleen geschreven pakken, als we freestyle pakken, is de hele andere top 3, maar die 3-4 dus Nederlands geschreven. En natuurlijk Nick V. Ja. Ik ben humble, ik noem mezelf deze keer niet. Clint zegt, wanneer ga je naar de kapper? Dat hebben we gehad. Als hij wint, finale, gaan we hem live schrijven. Precies, Clint. Nog één vraag. Jari Verrijken die zegt, wat vind je ervan dat je van Fiction hebt verloren? Dat is Fiction huilen. Hij zit daar zo erg mee dat hij heeft verloren. Ja, nee. Ik ben gewonnen, jongen. Ja, ik heb hem gekregen. Ik had hem duidelijk gewonnen. Dus jammer voor hem. Mag hij ontkennen wat hij wilt. Maar doet zeg maar die discussie iets met je? Dus op het moment dat jij... Hoi Fiction, ik heb wel van jou gewonnen. Dag Jeeves. Jij mag zo. Zeg maar, want je ziet het vaak niet alleen bij jou, ook bij andere bandenaars. Je had bijvoorbeeld bij Stef tegen wie ging Stef nou die vorige... Ik ben even vergeten. Giant. Nee, daarvoor. Toontje, ja. Dat was ook... Ja, dat was een discussie van, ja, Toontje heeft hem misschien gepakt. Doet dat zoiets met jou als battle MC? Of nee, helemaal niet. Het publiek vond mij een soort van de beste. Nee, want er is nooit eigenlijk een unanieme winnaar, vind ik. Dus iedereen heeft zijn eigen perspectief. Iedereen hecht waarde aan andere dingen. Sommige mensen willen personal zien, sommige mensen willen bar zien, sommige mensen willen jokes zien, sommige willen flow, goed gerapt. Ja, iedereen hecht waarde aan andere dingen, dus iedereen heeft een andere winnaar. Oké, duidelijk. Fiction zegt nog trouwens, het is een fucking boel. Nog even kort, volgende week zondag is het event. Ja. Waarom zouden mensen jouw battle willen komen checken? Omdat het de meest fire battle van de card wordt. Ja. Sowieso, ja. Ik sta niet van niks bovenaan. Dus dit is een battle die ik eigenlijk al heel lang wilde doen. Of in ieder geval tegen een veteraan wat ik al heel lang wilde doen. Dus ik ga E-game brengen. Jeeves wil denk ik na 4 of 5 toernooien gefaald te hebben eindelijk weer de finale halen. Dus ik denk dat hij ook zijn E-game kan brengen. En dat is al genoeg reden. Voor de rest staan er ook gewoon heel veel lopen matches nog op de kaart. Giant tegen Mitch, Wenna tegen Kabais, Chalamang, Satisfied die al heel lang zou moeten plaatsvinden. En nog een paar dingen. Dus reden genoeg denk ik. Okay. Volgende week zondag 29 oktober vanaf 1 uur Plan C. Onder andere Nick Veen tegen Jeeves. Je kan nog je kaars halen op punchupbattles.nl. Thanks voor het kijken naar de livestream. Thanks voor het sturen van je vragen, Nick Veen. Thanks voor het openhartig zijn en alles beantwoorden. Till the next time, man. Pow.